laten we het erop houden dat ik heel veel Hennessy'tjes op had. Dat verliep best wel slecht, zeg maar. Ik ging best wel heel slecht. Kotsend, liggend slecht. Yo, yo. Dit is Cho. Dit is mijn Vice interview. Nieuwe album out now. Chosen. Ga die shit checken. La. Het grootste wat ik ooit heb gesloopt, ik denk een tuinhuis of zo met mijn vader. Die is een hele goede klusser. Die houdt van tuindingetjes en weet ik veel wat allemaal. Die is super technisch. Dus hij heeft me wel eens gevraagd om zo'n tuinhuisje, weet je wel, helemaal af te kappen. Dus dat hebben we met z'n tweetjes even gedaan. Ja, is wel grappig, het is wel fijn als je vader kan helpen met zoiets. Hij is daar altijd super trots. Oh, Fanny, je bent sterk, maar ja, ik ben echt blij. Dat soort shit, zegt hij. Ik had een videoshoot, dat is denk ik een paar maandjes geleden. Toen hebben we een videoclip geschoten voor Original, die track met Stef. En die vibe was zo gezellig dat ik, laten we het erop houden, dat ik heel veel Hennessy'tjes op had. Dat verliep best wel slecht, zeg maar. Ik ging best wel heel slecht. Kotsend, liggend slecht. En ja, het kwam gewoon op het punt dat mensen me naar de auto moesten slepen, tillen. En in mijn huis moesten gooien van, G, jij moet gaan liggen en nooit meer drinken, man. En dat moment wist ik ook van, ja, ik moet even rustig doen, man. Eventjes geen Hennessy aanraken en... Ja, het is daarna toch wel weer gebeurd, dus ja. Het is ook niet dat ik een of andere gekke alcoholist ben, hoor. Zeker weten niet. Maar af en toe een drankje hou ik wel van. Ik denk gisteren. Ik word misschien heel lang onderredend genoemd of dat soort shit. En om te zien dat de AVA zo snel uitverkoopt en dat er zoveel mooie dingen gebeuren, is voor heel veel mensen wel even een besefmomentje om even te zeggen, hey, ik ben goed bezig, hartstikke trots op je. Ik vind het belangrijk ook om iemand te zeggen wanneer iemand goed bezig is. Ik vind het belangrijk om mensen te motiveren, pep talkje te geven als het nodig is. Iedereen zit wel eens in een dippie. Ja, is genoeg shit, man, waar ik eigenlijk niet eens over wil praten op camera. Ik kan me best wel voorstellen dat Pak nog leeft, bijvoorbeeld. Snap je? Ja. Ja, man. In de way ook niet. Is die nigger gewoon dood, rest in peace. Maar ik denk ook dat hij zo op zo'n leveltje bekend was. Dat hij misschien echt een plan heeft bedacht van... Iedereen moet gewoon denken, ik ben dood en... ik ben gewoon op een eilandje, man. Dus ik zeg niet dat ik het geloof of denk dat het zo is. Maar ik kan me wel voorstellen, het zou heel goed kunnen. Voor zover ik weet was er ook nooit echt een officiële begrafenis bij die Pak story. Dus... Ik vind het wel, het blijft gek. Netwerken. Snel kunnen schakelen, snel iemand kunnen benaderen voor whatever. Ja, door internet weten mensen wie ik ben. Het is niet wat ons maakt. Ik denk dat het heel veel mensen ook breekt. En het neemt heel veel weg van onze joy en real life. Ik moet zeggen dat ik daar ook wel eens last van heb gehad. Ik heb ook wel een periode gehad dat ik me heel erg geleefd voelde. Dat het heel erg gedwongen voelde om dagelijks te moeten posten. En weet je, het werd allemaal heel normaal. En ik had zoiets van, fuck that man. Ik ben gewoon hier om muziek te maken en om jullie dit te geven. Ik ben niet die guy die de hele dag op Instagram wil zijn. Dus ik heb daar wel eens bewust voor gekozen om dat gewoon even met rust te laten, zeg maar. En het is best wel gek, want ik ben van mezelf al best wel laid back en best wel privé en al die shit. En je werk vraagt je eigenlijk wel om out there te zijn, om gezien te worden, om mensen een stukje meer te geven dan alleen de muziek. Ik kreeg een keer een hele rare DM van een chick. Ze wilde zeg maar iets starten, maar het was heel off. Ze kwam, ja, ik hoor van heel veel mensen dat je vaag bent. Maar ik wilde zelf achterkomen. Dat was voor haar zogenaamd een mooie opening line of zo, maar ik dacht het was zo. Ik zei volgens mij, zei ik ook, ben ik ook man, dus nice try. Thanks. Toedeloe.
Sowieso naar de 90s, man. Ik kom zelf uit 93. En natuurlijk heb ik me heel veel laten inspireren door muziek en heel veel shit uit die tijd. Maar ik denk dat het me nog toffer lijkt om nog dieper terug te gaan en echt die shit te leven. En even te beseffen wat er allemaal gebeurde. Als ik de mensen om me heen moet geloven, was dat de mooiste tijd. Dus het lijkt me wel hard om naar die tijd te gaan, man.